Vanuit de Gay Capital, of ja, wat eigenlijk, is dit Q&A met een overzicht van het queer nieuws van de afgelopen week. Vanavond onder meer met nieuws over een bekeerde homo-activist, homo's wijken niet voor hooligans, netwerk roze ouderen en de nieuwe IT. Burgemeester Cohen heeft een motie van de gemeenteraad om alsnog een vergunning te geven voor de Gay Pride feest in het Wallengebied naast zich neergelegd. Dit alles vanwege een voetbaltoernooi waardoor de politie bang is voor ongeregeldheden. Onder het motto homo's wijken niet voor hooligans wordt er op de Zeedijk een protestpride georganiseerd. Homo's worden opgeroepen om op 4 augustus massaal naar de Zeedijk te komen om daar hun feest te vieren. Er zijn ook t-shirts gemaakt met de tekst I'm ashamed die te koop zijn bij de homo horeca op de Zeedijk. De opbrengst van de verkoop gaat naar het AIDSfonds. We hebben in de studio nu Danny Hoeksema, kom er even bij. Hallo. Danny, goeiedag. Jij bent de initiatiefnemer van de jongerenboot. Dat klopt. Hoe gaat het daar nu mee? We zijn nog steeds druk bezig met alles te regelen voor de jongerenboot. We hebben vandaag ook gesproken met de DJ, hoe de muziek gaat worden. En ook zijn we nog steeds druk bezig met de aankleding van de boot. Oké. Okay. Hoeveel mensen gaan er mee op de boot? We zitten nu ongeveer op de 40 à 50 aanmeldingen. Wauw. En de aanmeldingen komen nog steeds dagelijks binnen. Maar ik kan nog steeds aangemeld worden op dennisparade.nl. Oké, okay, doen dus. Jij bent al een tijdje met die boot bezig. Dat klopt. Waarom ben je er zo hard mee bezig? Het doel van de boot is om te laten zien dat er ook homoseksuele jongeren zijn onder de 16. Mm-hmm. En ook dat er voor hun gelegenheden komen waar ze met elkaar kunnen praten en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Zijn er onderhand al meer initiatieven geboren doordat je hiermee bezig bent? Ja, we hebben pas geleden samenwerking met CS Nederland. Hebben wij een jongerenmeeting georganiseerd. En dit was heel gezellig. Er waren 45 mensen, 10 ouders en 35 jongeren. Mm-hmm. En we hebben het allemaal heel erg naar de zin gehad. Dus we hopen dat de volgende keer nog meer jongeren komen. En de volgende meeting zal ook op 4 mei zijn. Voor de jongeren die niet mee mogen varen van hun ouders of niet mee durven te varen. Mm-hmm. Zeg nog even, wanneer is de volgende meeting? 4 augustus. 4 augustus, ja. Op de Gay Pride. Ja, tijdens de Gay Pride. En de jongeren die wel mee durven te varen, die varen dan mee. Ja. En degene die niet mee durven te varen, die gaan met een andere groep, gaan ze dan gewoon de stad in en ook naar de Gay Pride kijken. En dan zal er s'avonds voor de jongeren een jongerenfeest zijn. Heel goed. Ben je nog met meer dingen bezig? Nee, ik ben nog steeds bezig met het voorlichting op mijn school. Maar op dit moment hebben we schoolvakantie, dus okay. Het staat allemaal erg rustig. Noem nog even de website waar mensen naartoe kunnen gaan voor meer informatie of om zich aan te melden. Ze kunnen voor meer informatie op www.dennisparade.nl. Ook op de nieuwe hives, de groepshives, hoyohives.hives.nl. Mm-hmm. En aanmelden kan ook op danny@cuc.nl. Oké, okay, nou dat is heel veel. Weet je al waar jullie varen? In de rij ergens? Zitten jullie vooraan? Nee, dat is nog niet duidelijk. We zitten in ieder geval tussen de andere CUC-boten in. Er is een nette boot in, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Hey, heel veel succes met de voorbereiding. Veel plezier en we zien elkaar op de Gay Pride. Is goed. Dankjewel. Bedankt. Doei. Komende week gaat een denktank van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen zich buigen over hun standpunt ten aanzien van homoseksualiteit, zoals dat 10 jaar geleden werd ingenomen. In 1997 werd besloten dat iedere therapie die homoseksualiteit als een geestelijke ziekte beschouwt, verboden diende te worden. Maar de reparatietherapie, populair bij veel christelijke conservatieven, bleef toen buiten schot. Homoactivisten hopen dat nu ook deze laatste optie verboden gaat worden. Ze wijzen erop dat veel homo's en lesbiennes emotioneel zwaar beschadigd uit dergelijke sessies tevoorschijn komen. Religieuze groepen vinden juist dat ze deze mogelijkheid moeten blijven houden. Pikant detail bij de discussie is dat een in Amerika bekende homoactivist zich heeft bekeerd van homo tot christen. Michael Glatz was jarenlang een voorvechter voor meer rechten voor homoseksuelen. Hij leidde discussies, organiseerde protesten en is de oprichter van het homoblad Young Gay America. Maar in plaats van in de herenliefde is hij nu in de Heer. Michael omschrijft zijn vorige leven nu als neurotisch, onnatuurlijk en uitsluitend gefixeerd op seksuele lust. Als troost zegt hij echter wel dat God ook van ons houdt. Jongerenblad Expresso heeft een lezersonderzoek gedaan en daaruit blijkt dat onder meer bijna 30% van de jongeren voor hun 16e uit de kast komt. In hetzelfde onderzoek zegt slechts 17% veel in homo-horeca te komen. Bijna de helft geeft meer de voorkeur aan de hetero-horeca. Van de ondervraagden gaat 36% nooit naar een gay evenement. Populaire bezigheden zijn verder chatten,
internet daten, tv kijken en op vakantie gaan. Dit weekend vinden in Antwerpen de 11e Eurogames plaats. Het is het grootste sportevenement voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Europa. De organisatie verwacht 3000 deelnemers en zo'n 10.000 bezoekers. Twee Belgische voetbalbonden hebben donderdag bij de opening van de Games een principebesluit tegen homofobie in het voetbal ondertekend. Ze beloven daarin zich in te zetten om homofobie in het voetbal te bestrijden en nadrukkelijk open te staan voor diversiteit in seksuele geaardheid. In Nederland heeft de KNVB tot op heden, voor zover bekend, geen actief beleid om iets dergelijks te ondernemen. John Blankenstein, de vorig jaar overleden homoseksuele scheidsrechter, werd in Antwerpen door de organisatie van de Eurogames herdacht. Homoseksuelen die om hun geaardheid zijn mishandeld in hun moederland maken bij een asielaanvraag in de Verenigde Staten een steeds grotere kans geaccepteerd te worden. Was homoseksualiteit ooit een reden om buitenlanders toegang tot dit land te weigeren? Nu wordt deze geaardheid door de Amerikaanse overheid officieel erkend als een van de gronden op basis waarvan asiel aangevraagd kan worden. De aanvrager moet wel kunnen bewijzen dat hij is mishandeld of lastiggevallen door de autoriteiten in het land van herkomst omdat hij homoseksueel is. Tot slot van deze Q&A nog de agenda voor de komende periode. Vandaag, zaterdag 14 juli, bestaat de prik 1 jaar. Jelger, Gersen en het hele team, van harte gefeliciteerd namens Q&A. Prik is vanavond extra lang open, tot 5 uur. De eerste 200 bezoekers krijgen een leuk cadeautje. En verder is er een prik-datingspel voor degenen die elkaar het afgelopen jaar nog niet hebben geprikt. DJ Nookie achter de draaitafels in de jarige prik, de Spuistraat 109. Van 20 tot 22 juli is er het Gay Skin Weekend met diverse activiteiten, waaronder op zaterdag een cruise door de grachten en de Mr. Gay Skinhead 2007 competition in de Queen's Head. Meer informatie vind je op www.agskins.nl. Zaterdag 21 juli is er een Roxy Colosseum. Dit feest heette eerst de Roxy Resurrection, maar er kwam een klacht van het oude Roxy-team, van Malenka en Kuipers, dat dit feest niets te maken heeft met de oude Roxy. Daarom is de naam veranderd in Roxy Colosseum. Mocht het allemaal doorgaan, dan is het dus vanaf 9 uur in de vernielde Odeon. Op maandag 23 juli is het weer Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis, met optredens van verschillende artiesten, waaronder Maxime en Franklin Brown en veel vette feesten. Ook de GGD is op de kermis aanwezig met hun priktour. Je kan je daar gratis laten vaccineren tegen hepatitis B. Op woensdag 25 juli wordt een themaavond georganiseerd met als titel Arabofilie. Arabofilie is een voorliefde voor Arabische jongens. Dit verschijnsel is vooral bekend onder Noord-Europese homoseksuelen. Arabische mannen en jongens met homoseksuele gevoelens laten steeds vaker van zich horen. Om meer inzicht te krijgen in de relaties die deze groep aangaat met Nederlandse mannen, wordt op woensdag 25 juli een themaavond georganiseerd. De avond is bedoeld voor Arabische en niet-Arabische mannen en vrouwen. De avond vindt plaats in Paradiso, begint om 7 uur. De toegang is gratis, maar je moet je wel even aanmelden bij info@nafar.nl. 4 augustus is het weer Gay Pride, we hebben het er al eerder over gehad. En er zijn dit jaar ook weer diverse feesten. Leuk is om alvast te melden dat ook het Homo Monument weer meedoet. Afgelopen mei nodigde de stichting Gala andere partijen uit om de festiviteiten te gaan organiseren. Het blijkt dat feestorganisator Meubelstukken van Joost van Bellen en Rauw nu op dit aanbod is ingegaan. We houden je hier in de volgende uitzending van op de hoogte. Alvast een aankondiging van de themabijeenkomsten Homo Lesbisch Pleegouderschap of Ouderschap in september. Steeds meer lesbische vrouwen en homomannen kiezen voor een vorm van ouderschap. Vaak hebben ze te maken met maatschappelijke weerstand en ingewikkelde procedures. Er is grote behoefte aan informatie en ondersteuning bij de verwerkelijking van hun kinderwens en bij de verschillende vormen van ouderschap. Om in die behoefte te voorzien organiseert Schorer in september 2007 voor de vierde keer themabijeenkomsten voor lesbische, homoseksuele en transgender wensouders. In deze bijeenkomsten wordt voorlichting en informatie geboden en kunnen de deelnemers onderling ervaring uitwisselen. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de Schorer Stichting, dat is www.schorer.nl. Tot slot nog een filmtip, Les Témoins, oftewel De Getuigen. Het is een nieuwe film van André Téchin over de opkomst van AIDS in het Frankrijk van de jaren 80. Het is
nu in de bioscoop te zien. Het maakt de periode voelbaar waarin seksuele zorgeloosheid veranderde in zorgelijkheid. Seks was niet langer genot, maar een gevaarlijke activiteit. Tot zover Q&A van deze week. Meer informatie vind je op onze website mvs.nl. MVS gaat nog tot 9 uur door, dus blijf kijken. En je weet het, ga er nog uit. Have fun, ga er nog in, doe het safe.